Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog voor Warmer Woensdag. Mocht je wat gestap of getrippel horen of je ziet ineens een staart in beeld, dan is dat van Aya, mijn kat. Ik ben Angelique, jullie onafhankelijke sensieconsulente. Moet eens kijken. Ik heb de Time to Reflect binnengekregen. Ik mocht hem bestellen van een klant. En van haar heb ik toestemming gekregen om hem aan jullie te mogen laten zien. Dus dat ga ik dan ook met jullie doen. De Time to Reflect zit zoals gebruikelijk weer mooi verpakt in een mooie box. En als je hem dus voorzichtig openmaakt, staan natuurlijk aan de binnenkant van de doos de quotes van de CEO's van Sensi, Heidi en Orville. En altijd bovenin de doos de veiligheidsinstructies. Bewaar die goed. Gooi hem niet weg. Bewaar ze gewoon goed. Ook natuurlijk vanwege je garantie. En er zit een briefje bij dat het waarschuwt dat dit product mogelijk scherpe randjes kan hebben. Dus wees voorzichtig. Sommige warmers hebben dat, omdat dat bestaat uit een soort van mozaïekachtig materiaal of glas. Denk aan bijvoorbeeld de Marrakesh warmer of de Over the Rainbow warmer. Die kunnen ook wat scherpe randjes hebben. Puur vanwege het glas, wat cement. Wees gewoon voorzichtig met uitpakken. Bovenop de warmer zit een schaaltje. Niet denken, wat moet ik ermee? Dat is het schaaltje waar je wax in doet. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar normaal gesproken staat daar dus een getal in. Ah, ja, ik kan het verkeerd doen. En deze geeft aan, de Time to Reflect Warmer geeft aan, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar op een soort van stempel. En dan onder Sensi zie je hier zo het getal 4 staan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, of ik hem goed hou, zo. En dat betekent dat je niet meer dan 4 blokjes wax hierin moet doen. Is 1 of 2 blokjes wax meestal bij mij thuis meer dan voldoende, want sterkte is niet nodig. En als ik naar dit schaaltje kijk, hoewel erop staat 4, zou ik er niet meer dan 3 in doen bij de Time to Reflect. Ik vind het zelf zo'n klein schaaltje. En wil je een waxident voorkomen, houd het dan bij 2, maximaal 3. Niet meer. Dan haal ik heel voorzichtig piepschuim er vanaf. En heel voorzichtig de lamp eruit. En je kan al een beetje sneak peeken. Altijd in de warmer vind je de bijhorende lamp. Een enkele keer kan het gebeuren dat mocht je hem krijgen of bezorgd krijgen of via je consulente. En de lamp doet het niet, vraag dan aan haar van joh, of zij een reserve voor je heeft of voor je kan bestellen. Zodat je er alsnog van kan genieten. Want zelfs mij is het een enkele keer gebeurd dat ik een warmer had geleverd. Althans, dat was een mini warmer. Maar het is toch teer en materiaal. En een lampje kan toch stuk gaan. Linksom, rechtsom. Dat je in ieder geval dan aan haar of hem een nieuwe lamp vraagt. Voordat ik hem er eigenlijk even in doe, doe ik even sneak pieken. Er gaat een 25 watt lampje in deze warmer. En dan doe ik alvast dat lampje erin. Even goed, want dan kan ik hem zo ook nog even aan jullie laten zien hoe wat waar. En zoals gezegd, dit is echt een hele mooie warme, wat eigenlijk een beetje glas en lood effect in eerste instantie heeft. Dan moet ik heel even kijken of ik ook de stekker er voorzichtig uit kan halen. Deze is wel heel erg stevig en goed verpakt. Zo. En dan stop ik de stekker er ook alvast in. Hoppa. Nou. Zo is hij dus als hij niet brandt. En zoals je ziet, het is
Net alsof het glas en lood heeft. Echt hoe ze dit gedaan hebben. Het zijn eigenlijk allemaal kleine stukjes glas. De ene helft glas, de andere helft een soort met van spiegel lijkt het wel. Spiegelglas. En dat aan elkaar gezet, gelijmd, gelast. Helemaal super. Aan de achterkant de aan- en uitknop. Dus ben je heel erg van het Google Nest systeem. Of het draadloze systeem van een ander merk. Je zou hem dan op zo'n speciale stekker kunnen zetten. Waardoor je de knop aanlaat. En dan met behulp van, ik gebruik Google Nest. Kan je het systeem aanzetten. Op afstand al dan niet. En zo is deze warm. Ik zal even het schaaltje erin doen. Zo. Als die brandt. En ook dat moet ik zeggen, is heel erg super. En jullie kunnen het niet zien op mijn muur. Maar als die brandt, dan is het ook net of het spiegelglas het licht reflecteert op de muur. Dus als je deze warme wijze van ook op een spiegelonderkant zou zetten, dan is dat wel heel mooi, heel schitterend. Tegen bling aan. Maar ja, dit is wat moet ik wel zeggen. Echt een hele, hele mooie lamp. En echt heel super. En het is echt gewoon glas en lood. Daar lijkt het echt op. Echt super mooi. Dat had ik zelf ook niet gedacht. Het is echt een warme waar ik niet 1, 2, 3 voor zou kiezen. Maar hij is echt helemaal super. Ik denk ook dat de klant hier ook echt zo super blij mee zal zijn. Dus ik ben ook haar echt heel dankbaar dat ik hem even aan jullie heb mogen laten zien. Zoals gezegd, de Time to Reflect is nog verkrijgbaar. Dan moet ik heel even spieken, want hoe duur dat die is, dat heb ik namelijk niet gedaan. Want ik denk, ik ben zo enthousiast, ik heb hem binnen. Ik doe het gelijk vloggen en dan kan ik hem daarna heel mooi voor haar gaan inpakken. Zodat het ook echt een mooi cadeau voor haarzelf is. Ook om voor zichzelf te krijgen. De Time to Reflect Warmer kost €66. En is voor de liefhebbers qua hoogte 16 centimeter hoog. Dat gezegd hebben. Dus ja. Helemaal. Ik vind hem echt wel heel, heel super. Dus het, in ieder geval voor mij het overdenken waard om toch misschien te kijken of bij elkaar te sparen. En voor eventueel als alleen warme uit te lenen. Ik vind hem echt. Ik had niet gedacht dat hij zo super zou zijn en zo super mooi. En ik denk ook als het dadelijk donker is en we gaan natuurlijk, want het is nu nog volop licht en zomer, dat als je dadelijk de donkere dagen tegemoet gaat, dat het echt, echt een heel mooi pronkstuk in huis zal zijn. Ook gezien het feit dat hij echt zo mooi licht geeft. Echt heel mooi. En zoals gezegd, hou het bij die drie blokjes, want het is zo'n klein schaaltje. Heb daar erg in. Want het zou zonde zijn als hier wax overheen komt of gaat. En dan is dat op zich wel redelijk goed te verwijderen door af te spoelen met warm water. Maar toch, ik zou er gewoon heel voorzichtig mee zijn. De time to reflect. Ik doe hem nu weer heel even uit. We kunnen nog even zien als die uit is. En goed. Ga ik hem nu voor haar inpakken. Zodat zij in ieder geval lekker ervan kan genieten. Voor iedereen een hele fijne dag. Geniet. En tot de volgende keer bij een andere vlog. Of bij een volgende warme woensdag. Heb je vragen? Laat het gerust weten. Vond je het leuk? Interessant? Geef een duimpje omhoog.
of abonneer op het kanaal van Magische Geurtjes. En ja, heb je vragen, stuur een pb'tje via Facebook, Instagram of via de website van magischegeurtjes.sensie.nl. En dan hopelijk belandt dat tijdig ook bij mij. Dus ja, laat het gerust weten. En heb je vragen, stel die gerust. Of als je een eigen consulente hebt, ga naar je eigen consulente, zodat hij of zij ook je vragen kan beantwoorden. Hele fijne middag en tot de volgende keer. Groetjes! Doei doeg!